We hebben een eerste versie van onze wallet gemaakt. Dus dat is een e-identifier. De digitale identiteit. Nog niet af, maar wel een versie waar we nu verder mee kunnen gaan toetsen en testen. Om te kijken hoe we zo'n digitale identiteit kunnen maken. Die ook precies voldoet aan de eisen natuurlijk van alle regels die we daar in Europa voor hebben vastgesteld. Maar die we ook kunnen gebruiken voor mensen. Om zichzelf te kunnen identificeren zonder dat ze al hun gegevens ook daadwerkelijk overdragen. Ja, want om daar heel kort op in te gaan. Daar is veel over gezegd de afgelopen jaren al. Hè? Vooral privacybezwaren bijvoorbeeld. Op welke termijn zouden we daar bijvoorbeeld al een proef mee kunnen verwachten? Nou, we gaan dit najaar beginnen met de proeven real life. Mm-hmm. En tot nu toe hebben we in een heel transparant proces die wallet gemaakt. En we wilden iedereen laten meekijken. De software is ook helemaal open source enzovoort. Dat heeft heel goed gewerkt. En daardoor hebben we denk ik nu iets waar we echt een stap verder mee kunnen zetten. We beginnen eerst met testen in meer technische zin. En daarna gaan we verder testen met mensen. Ja. Om te kijken of dit nou een product of een dienst is waar je ook echt daadwerkelijk iets aan hebt. En dat is dan eigenlijk het volwaardige digitale paspoort, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, het is nog niet direct werkbaar als paspoort, maar mm-hmm. Je kunt daarmee je identiteitsgegevens op een veilige manier verzamelen. Ja. Jijzelf. Ja. En je kunt zelf aangeven met wie je die eventueel zou willen delen. Ja. En dan echt op een need-to-know basis. Dus bijvoorbeeld als je nu een hotel boekt ergens in het zuiden van Europa voor de vakantie. Ja. Dan is het heel vaak zo als je daar aankomt, dan maken mensen een kopie van je paspoort. Dat willen we liever niet. Wat we liever niet willen, want daar staat bijvoorbeeld ook je BSN-nummer op. En er zijn allemaal gegevens die dat hotel eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Mm-hmm. Nou, met zo'n elektronische identificatie, met dat digitale ID, kan je dat op een need-to-know basis doen. En ook op een manier waarop als dat hotel onverhoopt de kopietjes niet weggooit, wat ze wel moeten doen, dat die gegevens er gewoon helemaal niet meer bij hen zijn. Ja. Dat kan natuurlijk ook voor een biertje drinken in de kroeg, om te bewijzen dat je boven de 18 bent. Dat kan met een groen vinkje en niet met het precies aangeven hoe oud je bent. Ja, mag ik daarop ingaan? Want we hadden vroeger dat is nu Jiffy. En toen ik mijn corona-vaccinatie haalde, liet ik expres mijn EMA zien. Mm-hmm. En één keer accepteerde ze het wel, andere keer niet. Dat vond ik mooi. Dus er zijn al initiatieven. Beginnen jullie helemaal on scratch, dus helemaal opnieuw? Of bouw je voort op wat er is? Nou, eigenlijk allebei. Want de Europese regel zegt, daar kunnen verschillende soorten van die digitale identiteiten zijn. Gemaakt door private partijen, gemaakt door publieke partijen. En die moeten allemaal voldoen aan de vereisten. Dat gaat via een soort systeem van keurmerken. Dus je moet ook echt, voordat je die gegevens ook kunt verzamelen van een burger en ook zorgen dat die verder gedeeld kunnen worden, moet je aan een aantal vereisten voldoen. Natuurlijk heel erg op het gebied van privacy. Maar het idee is inderdaad, op basis van die Europese regels die ook net zijn goedgekeurd, is dat er meerdere van die tools naast elkaar kunnen bestaan. Een andere is, het is leuk dat we dat hebben, maar dan moet iedereen het gaan gebruiken en iedereen moet het accepteren. Wordt het gewoon verplicht gesteld dat het ook gaat gebeuren? Ik noem een datum op 1 januari 2027. Nee, het zal nooit verplicht worden, want we weten dat er heel veel mensen zijn die grote vraagtekens hierbij hebben, die zeggen, ik wil helemaal niet op een elektronische manier, op een digitale manier mezelf identificeren. Ik wil dat gewoon kunnen doen met mijn paspoort op mijn rijbewijs. Ja. En dat moet ook altijd kunnen in alle omstandigheden. Dus wij zeggen, het is iets waar mensen gebruik van kunnen maken als ze dat fijn vinden en prettig vinden. Net zo goed als heel veel mensen het ook fijn vinden bijvoorbeeld om digitaal zaken te doen met de bank. Ja. Dan is dat prima. Maar als je het niet wil, dan hoeft het ook echt niet. Oké. Okay. Ja. Op welke cloud worden deze gegevens dan opgeslagen? Nou, het gaat in dit geval natuurlijk over de gegevens van mensen die in het BRP staan. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld je adres, je geboortedatum, enzovoort. En die gegevens worden altijd in Nederland bewaard. Mm-hmm. Op een hele veilige plek, want dit zijn natuurlijk heel gevoelige persoonsgegevens. Yeah. En daarvan hebben we gezegd dat we ze nooit op een cloud zullen zetten buiten Nederland of buiten de overheid zelf. Yeah. En dat vinden we ook echt super, super belangrijk. Maar wordt daar onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse of Europese cloudbedrijven? Nou, in dit geval blijft het gewoon bij de overheid zelf. Dus we gaan het helemaal niet buiten zetten. We zetten het op een public cloud. Dus dat wil zeggen, dat klinkt altijd een beetje raar, want public klinkt alsof het open is. Nee, het is een eigen server met eigen systemen van de overheid zelf en niet bij een cloudleverancier. Ja. Of die nou binnen of buiten Nederland is, van welke nationaliteit dan. Nee, precies. Nee. Nee, ik weet natuurlijk waarom ik het vraag, want we hebben onlangs een dossier gehad van NL domeinregisterbeheerder SIDN. Hè. Daar is wat ophef over geweest, want die zou migreren naar een Amerikaanse cloud. Uw collega Mickey Adriaanse
ze zeiden nou ook, nou, we gaan de opties nog eens even bekijken. Daar is ook overleg over geweest met allerlei mensen. En we weten, ja, Amerikaanse providers die bieden schaal en functies en tarieven. Wat kunt u met andere Europese bewindspersonen in het techdomein daar dan tegenin brengen, bijvoorbeeld? Ja, goed om te zeggen dat SIDN die keuze nog niet heeft gemaakt. En ik was ook bij dat gesprek aanwezig, waarin we met hen hebben afgesproken dat we toch eens even heel goed gaan kijken of dat wel nodig is. En eerlijk gezegd denken we dat het niet nodig is. We denken dat er goede opties zijn om het ook in Nederland te doen. Op een plek waar dit soort domeingegevens, die toch ook heel gevoelig zijn, op een goede manier bewaard zijn. Nou, dus dat is denk ik het eerste. Het tweede is dat inderdaad, in Europees verband hebben we gezegd, we weten dat er ontzettend veel cloudleveranciers zijn die van origine Amerikaanse spelers zijn. Er zijn er meerdere van. Overigens hebben die ook soms in Nederland vestigingen. En is het, kun je ook best afspraken maken als bedrijf bijvoorbeeld om te zeggen, ik wil weliswaar gebruik maken van die clouddiensten, opslagdiensten, maar soms ook andere diensten die daarbij en naar vastzitten. Ja. Maar ik wil wel dat mijn data bijvoorbeeld binnen Europa worden opgeslagen. Soeverein. Dat kan sowieso. Maar wat wij zelf ook echt belangrijk vinden is dat er ook alternatieven komen. En daar hebben we ook in Europa gesprekken over gevoerd. Dat ga ik overigens aanstaande vrijdag weer opnieuw doen. Dan is er de zogenaamde informele telecomraad. Gaat het onder andere over het vraagstuk van die autonomie. Hè? Dus zorgen dat we inderdaad ook digitaal autonoom kunnen zijn binnen de Europese economische ruimte. Omdat we het ook belangrijk vinden dat we niet afhankelijk zijn noodzakelijkwijs van spelers van waar dan ook ter wereld, maar dat we dat ook binnen Europa doen. En daar moeten nog wel wat stappen gezet worden. Ook daar heb ik onlangs een gesprek over gevoerd, ook samen met de minister van EZK en een aantal van de cloudleveranciers in Nederland en met andere spelers, om echt te kijken naar hoe kunnen we nou zorgen dat die markt verder gestimuleerd wordt. Want ja, waarom kiezen mensen voor cloud? Dat is niet alleen maar omdat ze het makkelijker vinden om hun data ergens anders op te slaan, maar vaak ook omdat er allerlei dienstverlening omheen zit. Ja. En van belang is natuurlijk om te kijken, wat kunnen we nou als alternatieven in Europa bieden? Daar zijn we overigens al een tijdje mee bezig, maar juist ook echt door de meer recente geopolitieke ontwikkelingen. Ja. Oorlogen op ons continent en andere vraagstukken hebben gezegd, we moeten hier als Europa echt meer kracht achter zetten. En wat gaat u doen om meer kracht, gewoon concreet? Meer geld? Wat kunnen we verwachten? Dat betekent dat er ook inderdaad vanuit Europa meer gefinancierd moet worden, meer gestimuleerd moet worden om te zorgen dat dit gebeurt. Maar je kunt het ook zelf doen. Hè? Natuurlijk, wij als overheid hebben ook inkoopmacht. Dus wij kunnen ook kijken dat wanneer we gebruik maken van een cloudleverancier, dat we dan ook nadrukkelijk kijken naar spelers in Europa. Ja, en dat vind ik interessant. Ook wat dan gewoon op een server van de overheid staat en wat dan niet. Dus je persoonsgegevens, je inkomen, je adres, dat snap ik, dat moet bij de overheid staan, waar we het net over hadden. Maar waar ligt die grens? Wanneer zeg je van, joh, dat mag lekker op een cloud zijn? En zelfs als het natuurlijk op een Amerikaanse cloud provider bed staat, Bert Hubert zegt vaak van, ja, maar als het oorlog wordt, dan gaan de Amerikanen toch eerst voor zichzelf kiezen en dan pas zelfs voor, en dan pas voor, ja, voor Europa. Mm. Dus het kan, je kan wel zeggen, ik maak afspraken, maar uiteindelijk staat het wel bij een Amerikaan. Dus waar ligt de grens? Wat zet je nog wel in Europa of op een Nederlands server? En wat breng je naar Amerika? Want dat is niet, want dat maakt niet uit. Ja, kijk, we hebben sowieso gezegd, en we hebben al een tijdje geleden een cloudbeleid gemaakt voor de overheid. Hè. Dus dat is voor alle spelers van het Rijk, maar ook heel veel overgenomen door gemeentes en provincies. En die zegt dat, zeg maar, die basisregistraties die we hebben, die moeten altijd gewoon bij onszelf blijven. Die zetten we niet in een cloud van welke leverancier dan ook. Maar ik wil die grenzen, die vind ik interessant. Over, nou ja, die grens is daarna ingewikkeld, want dat is wel per stukje belangrijk. Maar ook als je ervoor kiest als overheid om een deel van de gegevens die je hebt in een cloud te plaatsen, weer data bijvoorbeeld, hè, minder persoonsgevoelig bijvoorbeeld, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, dat doe ik in een cloud-omgeving. Maar ook dan vinden wij het ontzettend belangrijk dat je wel die cloud-omgeving wel toegankelijk blijft. Dus in alle gevallen moet je hele goede risicoafwegingen maken. Hoe erg is het als ik straks geen toegang meer heb tot deze data, of dat iemand anders toegang heeft tot deze data? Die afweging moet je als departement zelf maken. Die moet je natuurlijk, dan moet je natuurlijk ook een vergelijking maken van wat kost het om het zelf gewoon op te slaan. Wat heb ik er aan voordelen van om het in de cloud te zetten? Vaak is het toch omdat er dienstverlening omheen zit, omdat er extra bescherming ook is, hè? Extra cybersecurity. Extra functies, maar dat moet je natuurlijk wel goed afvragen. En dan nog is er dan, dus als je die afweging allemaal gemaakt hebt, dan zeggen we, je moet alleen maar het in een cloud zetten buiten de economische
buiten de economische ruimte van Europa. Mm-hmm. Als je ook echt zeker weet dat dat je het, nou, in dit geval zeg maar, zou kunnen leien, dat die data misschien op een gegeven moment niet goed meer toegankelijk zijn of er anderen toegankelijk zijn. Maar dat moet dan echt wel ook pas nadat je dat echt helemaal van alle soorten van veiligheids omgevingen, dat je dat heel goed beveiligd hebt. Yeah. Want wij vinden het eigenlijk zo dat je, ja, dat in principe al die data die wij als overheid gebruiken, dat we daar altijd toegang toe moeten blijven houden, dat die veilig moeten zijn. Ja. Maar goed, we hebben gewoon de grootste en belangrijkste datasets die we hebben, die houden we gewoon bij onszelf. Ja.